zijn te gast bij Han Edelbaas op de Rattenkaai. Hans, waar zitten we nu precies? Ja, Rattenkaai aan het einde van de Oosterschelde zitten we. Oké, okay. Ja. Mooi natuurgebied. Ja, wel beschermd, begrijp ik? Ja, je mag hier... Vroeger ben ik als kleine jongen hier begonnen om zeegroentes te snijden. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dat mag alleen maar voor eigen gebruik. Maar er groeien hier verschillende soorten zeegroentes die allemaal even lekker zijn. Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, we hebben hier een heel assortiment uitgestald. Ja. Puur zeegroentes. Ja. Groeit met eb en vloed, hè? Klopt, heel belangrijk. Nu zie je achter ons alles droog. Ja. En volgens mij andere tijden dan staat hier alles onder water. Als je hier gaat staan inderdaad, over een paar uur, dan staat het water boven je hoofd. We hebben hier wat groentes uitgestald. Ja. Ja. Wat kan je ons daarover vertellen? Nou, de bekendste is natuurlijk de zeekraal. Ja. Tegenwoordig is die jaar rond leverbaar, omdat hij dus ook uit andere landen komt. Dat is alleen Nederland. Ja. Is een heerlijke groente. De wilde die uit zee komt vind ik nog steeds de lekkerste. Ja. Verder hebben we ook gekweekte achter de dijk. Maar die zijn ook lekker. Ja. Goed. Wilde zijn over het algemeen wat lichter, hè? Begrijp ik. Zijn wat lichter van kleur en hebben wat vollere smaak. Ja. En zijn ook vaak, ja, als het goed is, moeten ze klein gesneden worden. Want wordt de zeekraal, ja, kan op een gegeven moment een draad ontwikkelen. En dat willen we niet. We moeten malse, zachte zeekraal hebben. Wat heb je nog meer voor ons? Nou, fantastisch is de lamzoor. Dat is ook een heerlijke zeegroente. Is wat minder zilt dan de zeekraal. Lamzoor heet eigenlijk in het Nederlands zeeaster. Maar wij Zeeuwen noemen het al heel lang lamzoor. En vandaar dat het ook lamzoor heet tegenwoordig. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Een andere soort die wat minder bekend is, is het schorrekruid. Het is een heerlijke zachte zeegroente. Heeft iets mineraalsachtigs van smaak. Ja, bevat ook heel veel heerlijke gezonde mineralen. Ja, een fantastisch product, maar heel kort leverbaar van juni, juli, augustus. Daarna gaat het in het zaad. Dan is het voorbij. Een volgende is een zeegroente die langs de kreekranden groeit. Dus, en langs de zeedijk. Dat is de zoutmelde. Ja, okay. In het Engels ook wel sea purslane genoemd. Kan goed als salade worden bereid. Rauw. Je kunt ze ook koken. Dan is het goed om ze bijvoorbeeld te stoven met een kippenbouillonnetje of het een of ander erbij. Oh ja. En dan geven ze echt een heerlijke zachte smaak. En ja, tegenwoordig komen ze niet meer alleen vanuit Zeeland en vanuit Europa. Maar we hebben zelfs een exoot vanuit Australië. De zeebanaan. Ja. Een heel mooie groene plant. Soms wordt hij ook iets rossigs. Krijgt hij iets rossigs, wordt hij rood van kleur. Dat heeft te maken met de omstandigheden waarin die groeit. En banaan door de vorm? Door de vorm, ja. Door de vorm. Het is eigenlijk gewoon een zoutbommetje. Het is een zoutbommetje, stop je het in je mond. Het is een explosie van zilte smaken. Ja. Perfect voor bij de vis natuurlijk. Super. En als laatste wil ik noemen de zeevenkel. Die groeit ook in Nederland aan de zeedijk. Sporadisch moet ik zeggen. Staat ook op de rode lijst, dus we hebben geen Nederlandse zeevenkel. Wordt ook hier nog niet geteeld. Wij halen die langs het Middellandse zeegebied waar die voor ons geteeld wordt in Griekenland. Ja. En dan zie ik hier ook nog zeezout. Ja, het lijkt op zout. Het smaakt ook naar zout. Maar het is in feite gedroogde zeekraal. Oh, op die manier. Ja, het is gedroogde zeekraal. En die kun je goed gebruiken als smaakvervanger. Voor zout bij gerechten, maar dan vooral als finishing touch. Ja, ja. Dus je moet het niet gebruiken om je aardappels in te koken, maar dan is het effect weg. Maar wel over de vis of over het vlees. Heerlijk. Ja. Zo zie je een heel mooi assortiment zeegroentes. Zet hem op je kaart. Vraag er ook eens wat meer informatie om. Je ziet ook op de website bij ons, zie je gewoon een hele pagina met alles over zeegroenten. Dus lees het nog eens na als je specifiek wat meer over de groentes wil weten.